Vandaag zetten we Cas Haverkort in de spotlights. En het is alweer een tijdje geleden dat we iemand in de spotlights hebben gezet. Dat komt door corona. In 2020 waren er bijna geen wedstrijden waarin sporters hun prestaties konden laten zien. Maar nu dus weer een topper in de spotlights. Deze topper doet het al jaren ontzettend goed. Al op de basisschool werd hij Nederlands kampioen in de kart. En inmiddels heeft hij de kart omgeruild voor de auto. En zijn gedrevenheid, zijn talent en zijn doorzettingsvermogen brachten de inmiddels 17-jarige Cas al ontzettend ver. Vorig jaar werd hij kampioen in de Spaanse Formule 4. Het seizoen 2021 staat nu voor de deur. In maart zijn de testdagen en al in april rijdt Cas zijn eerste race op het circuit van Spa-Francorchamps. Dit jaar in een speciale klasse binnen de Formule 3. En dat brengt hem weer een stapje dichterbij bij die ultieme droom. Namelijk het bemachtigen van één van de 20 plekken in het hoogst haalbare in de autosport, namelijk de Formule 1. Cas, ik heb hier een hele mooie trofee voor jou en een envelop met inhoud. En ik had hem natuurlijk veel liever persoonlijk overhandigd. Ik hoop dat dat aan het eind van het jaar in ieder geval een keer kan gebeuren als we elkaar ontmoeten. En hopelijk kunnen we dan ook terugblikken op een heel mooi sportief seizoen. En het ritje in de simulator, die hou ik tegemoet. Maar misschien is het TT van Assen ook veel leuker, maar daar spreken we dan wel over. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes in je sportieve carrière.